Sanjay Raghubar Singh is de nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij Telesuur. De overige leden van de RVC zijn Richel Apinsa, Paul Abena, Rafish Isri en Errol Snijders namens de bond bij Telesuur. Verder is de eerste secretaris Gadelitu Hewaki en de tweede secretaris Ferry Hira. De nieuwe RVC is afgelopen donderdag op het kabinet van de vicepresident benoemd. Gadelitu Hewaki is als voormalige president-commissaris de enige die terugkeert in een andere functie binnen de raad. Sanjay Raghubar Singh, de nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij Telesuur, maakte afgelopen zaterdag ook deel uit van de delegatie van president Chan Santokhi, die een rondleiding kreeg bij de Command Center en de Data Center, Datasuur. De Command Center is heel indrukwekkend, zei Raghubar Singh. De nieuwe Prescom is nog niet ingewerkt in zijn functie, maar zei dat zulke rondleidingen hem een goed beeld geven van wat Telesuur allemaal doet. Het is mijn eerste ronde bij Telesuur, bij een van de emplacementen van Telesuur. Ik moet zeggen dat ik dit project, dit 730 project, heb onderschat. Ik wist niet dat het zo impressief groot was. Ik had altijd de voorstelling dat het ergens in een achterkamertje een kleine commandcenter was waar de camera's van werden bestuurd en bekeken. Ik moet zeggen dat het een prachtig initiatief is en ik zou wel zeker kijken naar de mogelijkheden om dit verder uit te bouwen zodat we de hele stad kunnen coveren en uiteindelijk het hele land. Om de veiligheid behoorlijk te kunnen verhogen, zeker in deze tijd waar criminaliteit troef is. En waarmee het in binnen beheersbaardere proporties kan worden teruggebracht. Anwit Ramlakhan, directeur van Datasuur, gaf aan wat Datasuur is en wat dit bedrijf kan betekenen voor e-government in Suriname. Datasuur bestaat intussen tijd al 6 jaar en we hebben ons bestaansrecht steeds meer gaan verstevigen de afgelopen tijd. Waarbij we als commercieel bedrijf steeds meer zijn gaan groeien. Behalve lokale zijn we ook internationale vele partnerschappen aangegaan. Onlangs Microsoft, Google, Huawei, Cisco, etc. Waardoor de fightability van het bedrijf op zich en Suriname internationaal vergroot is geworden. Makkelijk uitgelegd, Datasuur is net een harde schijf. Je hebt je computer en je hebt je harde schijf waarop je data bewaart. Datasuur is dan eigenlijk een hele grote harde schijf waar klanten hun data willen bewaren eigenlijk tegen een zekere mate van security. ISO 27001 is een van de certificeringen die we hebben gedaan om klanten te kunnen garanderen dat hun data eigenlijk veilig staat bij ons. Behalve dat hebben we dan ook consultancy diensten en ISP diensten die we ook aanbieden aan alle klanten die bij ons hun datacenter diensten afnemen. Anwit Ramlakhan, directeur van Datasuur. Hij sprak afgelopen zaterdag bij het bezoek van de presidentiële delegatie aan de Command Center en Datasuur.